De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Young Management, is een toonaangevende organisatie voor jonge ondernemers en professionals tussen 18 en 40 jaar. Zij heeft vrijdagavond een meet-and-greet event georganiseerd waarbij er gesproken is over onder andere the art of networking en goal setting. Het doel van deze avond was de jonge ondernemers en professionals bij elkaar te brengen om hun ervaringen uit te wisselen. Van de sprekers was Sergio Akimboto, directeur van NV Grasalco. Hij gaf aan dat jonge ondernemers in de leeftijdsgroep 35 tot 40 jaar te maken krijgen met een midlife crisis, waarbij zij met veel zaken rekening moeten houden. Volgens Akimboto is dat het moment waarbij zij gaan nadenken over bepaalde zaken. Zij doen dan een stapje terug om zo de diepere betekenis van het leven te begrijpen. En ik vond het heel interessant om ook vanuit doelstelling met te benadrukken, omdat we dan ook als jong ondernemer, als startende ondernemer, moeten weten dat het dit is dat van buiten komt, maar iets dat van binnen wordt ontwikkeld. Ik zeg altijd, de factoren van buiten mogen maximaal 20% onze destination beïnvloeden. 80% moet van binnen uitkomen. 80% moet gewoon van binnen uitkomen. Dat is die koppeling wat ik maak. De psychologische, de biologische, wat daarachter schuilt. Akimboto zei verder dat wij op een bepaalde manier moeten kijken naar de huidige omstandigheden en de externe factoren die daarop invloed hebben. Ook gaf hij de aanwezigen mee dat wij met z'n allen de sociale problemen als een zakelijke kans moeten zien. En ik denk dat Suriname in die fase begint, dat we met z'n allen moeten gaan kijken naar wat zijn de social rupties, situaties te manifesteren om een business opportunity te creëren. En ik heb een paar quotes gehighlight. Business ID. Hoe ontwikkelen die, want iedereen praat erover van je moet business nemen, ondernemer worden. Maar wat vaak, wat zelden, en ik hoop dat PSB Young Management dat zal oppakken, hoe moet je het doen? Want dat ontbreekt er altijd. Ja, je hebt ondernemer. Maar niemand vertelt de jonge mensen hoe ze het allemaal moeten doen. En dat hebben ze soms ook nodig. Hoe denk je, hoe komt op een business? En ooit heeft een docent me geleerd dat neem een boek en kijk naar pagina 99. Het laatste woord dat daarin komt. En als het auto is, en begin daarvoor te worden. Auto, oké. Een rode auto. Rood, kleur. Wat kunnen we met rood doen? Rood is schaars. Welk land kunnen we rood koppelen? Oké. Zo'n land. Wat kunnen we halen in zo'n land? Dat zijn tricks, kneepjes, die we jonge mensen kunnen bijbrengen om te komen op de business. Maar ook heel interessant. Sergio Akimboto, directeur van NV Grasalco. Hij sprak vrijdagavond tijdens de meet and greet georganiseerd door de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven Young Management. Op het event is er onder andere gesproken over the art of networking en goal setting. De VSBYM, een meet and greet, is gehouden in het Courtyard by Marriott Hotel.